Yo mensen, ben je even vandaag? Dan gaan we verder Pokémon Heart Gold deel 13. Ja, weet je, trailer. We gaan de gym verslaan. Geen idee hoe het gaat. Ik had trouwens vorige aflevering te veel badge erin staan. Ik had namelijk badge 2 en 3 ook in staan. En toen had ik badge 3 wel opgemerkt, maar badge 2 niet. En die heb ik ook niet. Dit is dus gym 2. Ook badge 2. Deze aflevering gaat waarschijnlijk eindigen wat ik ga eten. Want ik heb een pizza in de ogen staan. Die is zometeen klaar. En dus dat zal waarschijnlijk een korte aflevering zijn. Alright, here we go. Zuko wordt de baas van deze gym. Oké, deze rechts moet je hebben naar boven komen. Dus dat gaat zo. Of kan hij niet achteruit? Jawel, hij kan wel achteruit. Dus ja, maar dan kom je dus nergens op uit. Ik weet het niet. Dan moet je meestal links hebben. Dan ga je ja, een beetje links moet je hebben. Alright, here we go. Ik vind het wel leuk dat ze een Spinarax hebben gedaan. Leuke comment op Pokémon Heart Gold deel 12. Daar zei iemand op Wannabe Game neer. Heel grappig, want ik kijk toch niet. Niet steken door, toch een toffe gozer. Leuke video's heeft hij, maar ik kijk ze niet. Ik heb daar niet de tijd voor. Aangezien ik zelf 12 video's een week wil maken op Speedart, is het vrij moeilijk om alle video's van grote YouTubers te kijken. Dus dan moet je onderscheid maken. Wat wil je wel kijken, wat niet? Nou, in mijn geval is het Kuton dus niet. Wow! Oh, hij komt voor better. Waarom gaat dit dan wel zo snel? Bam, 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 bam. Amber! Op level 7, dat is echt niks. Maar hierdoor wordt mijn Zuko zo cool verbouwd. Niet veel hebben. Dus ik ga waarschijnlijk binnenkort hier een livestream doen. Dit dan een livestream. Zodat de Pokémon's nog geen in de livestream. Maar nou, ik wil dit in video's op een switchen. Heb ik vorige niet voordeel met deel ervoor heb ik gedaan. En I don't know. Niet echt reactie op gehad. Weet je. Nou, getraind, oké. Okay. Op level 12 ben ik bang dat de gymleader Pokémon van level 20 heet of zo, weet je. Dat is niet echt handig. Ik kan Pokémon trainen van level 20, dat is maar oké. Maar I don't know how this is going. Zo. Mooie Nederlandse taaltje. Op zich redelijk, level 16, chill, leek nou. Nee. Alright, dus alleen dit als keuze. Wacht, heb ik daar mijn blauwe, dus dan. Ja, met deze ga ik helemaal naar links toe. Links moet er een bepaalde hendel op de rij staan. Bam! Dit is een moeilijke puzzel. Geen idee wat er allemaal gebeurt met dit. Er zijn 3 draadjes. We gaan gewoon wat ontputten met die draadjes. Weet je wat? Boeit mij een beetje. Het kan van alles zijn. Ladybug. Wat is gewoon Ladybug in het Engels? Dus hebben Ladybug. Alright, Amber kan ik maar op eentje doen. Dan gaan we nog Spinarak doen. En deze Thundershock op de andere. Oké, effectief alles weer snel. One kill. Oké. Next, Thundershock doet. Half. Nou, prachtig. Yay, dood. Critical hit. Maar hij ging toch wel dood. Zo zonde. Zo zonde. Dit voelt zo extreem doorgespoeld, maar dit voelt dan weer zo langzaam. Wat heb ik gedaan? Tell me, what did I do? Ah, kijk, die is nou los. Dus nou komen we hier uit. Ja, mooi. Doen we het nou in één keer goed? Voor mij wel. Gewoon wat gokken. En ik doe het in één keer goed. Dus we gaan met Jimmy gaan proberen. Hey, jij, papzak.
I'm Bus. Oh, Bursey. I'm Ted Bursey. Ah, lol. Who's Jim Bay? Alright, tweede gym. Go. 3 Pokémon tegen 5. Kunnen lopen, zeg maar, daar staat wel iets op, zeg maar. Zoek een vol regen uit. Vuur. Tegenburg, dat werkt zo goed. Ik zie, ik moet 3 van die hebben, dan zie ik dat. Dat is echt, als het keihard versteld is, moet ik echt wel opzoeken voor een batterie. Want, dit hoort van mij niet. Als zoek ik bijna dood, dan kan ik wel wisselen voor iets wat ik kan missen. One super potion. Oké, nu wordt het zo scheidsziek van. Wow! What? Ja, dan ben ik er geweest. Yo, Geert. Waar ben ik er geweest? Nou, Geert mijn sterkste potion. Go, Geert, Tunnershot. Computer. Oké, dat is eentje neer. Er zijn nog 2. Like... Fuck. Scyther. Keep battling. Ik ga hem gewoon niet hypnotiseren. Fuck dat. Dat is gewoon de enige manier om deze te slaan. Rukdeck leeft nog. Oh, man. Fuck. Scyther is zo OP. En dan ben ik er gewoon geweest. Corner kan niks. Hij kan niks. Spin neer. Iets, maar... Bug. Potions denk ja, dan heb ik nog het geluk om te kunnen dood. Ja, ik ben er geweest. Wauw. Moet ik ketten? All Magic Gordon mag ik afmaken. Ik wil hier gewoon niet eens aan beginnen. Fuck. Like, really? Really? Fuck. Like, oh, dat doe ik wel even zo. Hard afgemaakt. Die site is zo OP. Oh, man. Waarom? Really? Why? Just tell me why. Fuck. Wel, wat doe je me aan? Ik ben hard afgemaakt van fucking Scyther. Daar moet ik echt iets beters voor verzinnen. Ik moet gewoon mijn fucking Q-Lava beter trainen, man. Oh man, oh man. Dan heeft hij waarschijnlijk nog iets. Waarschijnlijk een pincer. Iets die dezelfde kracht heeft. Oh man, fuck. Fuck, hard afgemaakt, man. Ik ben hard afgemaakt. Wauw. Wauw. Gewoon wauw. Niks meer of minder. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Dan gewoon een blauw duimpje omhoog. Laat zien in de reacties. Rip team. Iedereen is gewoon dood gegaan. Ik vond wel een corner goed afgemaakt. Laat even achter wie jij vond wat hij het best heeft gedaan met deze gym. Ik ga voor corner. Corner was echt de man of the match.
Sowieso. In ieder geval, blijf kijken of ze de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu. Je weet wat ik ga zeggen. Ik hoef het gewoon niet eens te zeggen. Ik neem gewoon mijn verlies. Ik zeg het niet. Ik zeg wel iets anders deze keer. Ik zeg wel gewoon houdoe. Dat heb ik vroeger veel vaker gezegd in de video's, maar zeg ik de laatste tijd niet meer. Ik zeg de laatste tijd alleen maar later. Maar ik zeg nu houdoe, want ik neem een verlies. Ik ga niet normaal afsluiten, ik neem een verlies. Dus, houdoe.